Hallo allemaal, welkom bij Board Game Heaven. Vandaag ben ik op het Spellenfestival in Bilzen, België. En ik ga hier eens eventjes kijken wat er allemaal voor nieuws te vinden is op spellengebied en welke uitgevers hier allemaal hun spellen staan aan te prijzen. Dus laten we even gaan kijken wat er allemaal te zien is. Zo, ik zit hier bij Portal Games, bij Rindert. En Rindert, vertel eens iets over Portal Games. Yes. Hey man, ik ben Rindert. Ik ben een vrijwilliger voor Portal Games in Nederland. Portal Games is oorsprong een Pools bedrijf. En wij zijn ons nu ook bekend aan het maken op de Nederlandse en de Belgische markt. Op het moment hebben wij een paar hele toffe producten. Dus je achter mij kan zien op de banner. Dat zijn de producten die wij in het afgelopen jaar hebben uitgebracht, de afgelopen jaren. Imperial Settlers, dat zullen jullie vast wel kennen, daar is ook een Nederlandse editie van gemaakt. Dat is een hele toffe. Tides of Time is een tweespeler, Stronghold is een tweespeler. Het zijn allemaal hele unieke spellen, dat is het bijzondere aan Portal Games. Wij maken bordspellen die een verhaal vertellen. Board games that tell stories. Zo ook het spel dat wij hier hebben. Ja, vertel daar eens wat over. Crazy Cards. Precies, Crazy Cards. In feite is het een knotsgek, zoals ze dat zo mooi in het Nederlands kunnen noemen, race-spel in teams. We hebben allemaal onze eigen speciale acties, dus asymmetrisch. En de een bijvoorbeeld kan versnellen, maar de ander die kan remmen. Mm-hmm. Voordat we gaan versnellen, gaan we remmen, als we dat willen. Met kaartjes kunnen wij de acties activeren, leggen we er punten op en op die manier kunnen wij vooruit gaan. We hebben snelheid waar we mee te maken hebben, maar ook schade. Bijvoorbeeld je schade, als die onder je snelheid komt, moet je snelheid ook automatisch omlaag. Oké, dus dat is het maximum wat je nog kan versnellen eigenlijk. Precies, ja. En zo probeer je elkaar de loef af te steken. Je kan tegen elkaar aanbotsen bijvoorbeeld. En dan krijg je meer schade. Ja, en dit zijn power-ups? Dit zijn de power-up symbolen. Okay, dan krijg je deze tokens. Ja. En die kunnen je weer helpen om nog verder vooruit te komen. Of om de tegenstander nog meer pijn te doen. Ja. Als je hierop komt, dan moet je het effect uitvoeren. Over het algemeen is dat slecht. Oké. Dus het is om je een halt toe te roepen, dat je niet te ver vooruit sprint. En je kan ook de ander erin duwen, waardoor je ervoor kan zorgen dat de ander, dat je die wat terug kan halen. Oké. En die schermpjes die zorgen ervoor dat je niet van elkaar weet, van je eigen team, wat de ander doet. Dus je bestuurt met twee in een karretje. Maar je mag en, niet weten wat er gebeurt. Dus je moet het zonder te communiceren moet je het doen. Dus je moet goed elkaar inspelen en goed in de gaten houden waar je staat op het bord. Oké, leuk. Klinkt goed. Yes. Bedankt voor de uitleg en veel succes. Alsjeblieft. Zien we jullie op Essen? Sowieso. Oké. Goed zo. Tot dan. Tot dan. Ik sta hier bij de Portal Stand, Portal Games, en hier worden alle nieuwe spellen gepresenteerd. En aan deze tafel wordt Cry Havoc gespeeld, het nieuwste spel van Portal. Willem, wat kun jij ons vertellen over Cry Havoc? Cry Havoc is een asymmetrisch area control war game, skirmish game, waarin vier verschillende facties de controle van de planeet strijden. Ze spelen allemaal anders, de machines zijn vooral gericht op het bouwen van gebouwen. Op het uitmoorden van de tegenstanders. De mensen, de gele spelers, zijn vooral gericht op zoveel mogelijk gebieden veroveren. De blauwe
personen zijn vooral gericht op het mijnen van kristallen en daar punten op te scoren. En de groene, de Trogs, die zijn de oorspronkelijke bewoners van het planeet. En die willen de indringers zien te verdringen. Je scoort uiteindelijk punten op gebieden, op kristallen. Het zijn 5 rondes, er zitten vrij veel dingen in om het interessant te houden aan events, aan tokens waar je niet precies weet wat er gebeurt, maar wel ongeveer. Het belangrijkste nieuwe aan het spel is het strijdsysteem. Er worden 3 fases gekeken. Ten eerste, wie gaat de meerderheid in het gebied hebben? Je zet namelijk je poppetjes hierop neer. Stel, blauw valt aan. Die kan zijn aanvallende poppetjes verdelen over deze gebieden. Groen is de verdediger, die doet hetzelfde. En daarna kijk je per stuk wie er wint. Hier, wie heeft de meerderheid? Nou, ze staan gelijk, alleen de regel is de verdediger die wint dan. Dus deze zou controle over het gebied krijgen. Hier wordt gekeken, de meerderheid mag 1 poppetje die hier staat van een ander vervangen. En bij de laatste gaat het erom, stel het staat zo. Deze zouden 2 mensen op het bord mogen weghalen en deze zouden 1 mogen weghalen en daar punten voor scoren. Hey. Het is het nieuwste spel van Portal. Het komt over een week uit. Het is al voor te bestellen. Op Essen staan ze om het flink te promoten. En de demo's vandaag lopen goed. Het valt goed in de smaak. Ja, oké. Okay, mooi. Dankjewel. Veel succes. Dankjewel. Goed, we zijn nu op bezoek bij Game Brewer, die het nieuwe spel Pixie Queen hebben uitgebracht, dat op dit moment op Kickstarter is. Hallo, ik ben Roman. Ik ben Rudy. Rudy, vertel eens wat over jullie nieuwe spel, als je wil. Ja, Pixie Queen is een worker placement spel, maar niet zomaar een worker placement spel. In Pixie Queen ga je proberen om ter minste strafpunten te scoren. Je gaat eigenlijk tijdens het spel alleen maar strafpunten verzamelen, omdat dit zweepjes zijn. En pas op het einde van het spel ga je positieve punten in rekening brengen. Mm-hmm. En die positieve punten ga je dus tijdens het spel verzamelen. Ja. Wij zijn allemaal pixies en we spelen voor een pixie queen. Ja. Maar die pixie queen die is meedogenloos en daarom geeft hij dus alleen maar strafpunten aan ons. Want ze is eigenlijk nooit tevreden met het werk dat we voor haar gaan doen. Daar komt het op neer. Ja. Die pixies die gaan op het bord bewegen. En dan is eigenlijk het tweede speciale, dat waarom dat niet zomaar een worker placement is. Maar die pixies die gaan dus over het bord bewegen. Wat dat wil zeggen dat, dat je acties kan gaan uitvoeren bij die pixies met maar 1 actieschijf te gebruiken. Terwijl dat in de meeste gevallen nog 2 actieschijven zal kosten om 1 actie uit te voeren. Maar doordat die pixies gaan bewegen, krijg je dus een heel grote variatie in de meest interessante acties. Hè, want ze spendeert liever 1 schijf dan 2 schijven. Ja. Dus dat is heel kort samengevat het doel van het spel, om tenminste strafpunten verzamelen en pas op het einde van de rit positieve punten. Ja, perfect. En jullie Kickstarter is op dit moment lopende. Succesvol, begrijp ik. Hij is inderdaad al gefund, maar ja. Hopen uiteraard van nog een paar stresscoins te halen. Ja, precies. Oké, okay. Nou goed. Bedankt voor de uitleg. Veel succes. En zien we jullie ook op Essen? Wij staan in Essen in 6:30. Stand B117 uit mijn vergis. Oké, perfect. Nou, tot dan. Tot ziens. Ja. Staan we bij Board Gaming Inc., een spellengroep hier uit Belgisch Limburg. En hier is Werner. Hallo Werner. Goedemiddag Ramon, we zijn bordspellengroep Board Gaming Inc. van Limburg. Oké. Okay. En we spelen op meer dan 10 plaatsen in Limburg, waaronder Maastricht, Nederlands Limburg,
Lummen, Genk, Zutendaal. Binnenkort gaan we ook uitbreiden naar Diest, dat is dan Belgisch Brabant. Ja. Onze club bestaat uit meer dan 10 ja, locaties, dus, maar ook meer dan 150 leden, verspreid over heel Limburg. Ik heb alle leeftijden van 18 jaar tot 60 jaar. Dus. Ja, ja. We spelen coöperatieve spellen, Eurogames, waar het om punten gaat, tactisch, strategisch. Ook wel familiespellen. Mm-hmm. Van allerlei genres, coöperatieve spellen, dus Ameritrash. Ja. Heel veel variatie. Oké, okay, dat is mooi. En jullie hebben dus op al die locaties regelmatig, wekelijks of tweewekelijks wel... Eigenlijk als jullie willen, kunnen jullie in de club iedere dag komen spelen. Okay. Dat is van maandag tot en met zaterdag, is er overal in Limburg wel iets te beleven. Okay. Moest het nu niet zijn, dan worden dan ook nog thuis gezelschapsspellen georganiseerd. Ja. Die kunnen jullie via de Facebookgroep volgen eigenlijk. Ah, oké, okay, perfect. Ik zal eventjes een link naar jullie Facebookpagina vermelden op het filmpje. En de website van de club natuurlijk. Ja, absoluut. Oké, okay, nou, veel plezier hier op de beurs en tot ziens. Prima, dankjewel. Tot ziens. Zo, we staan hier bij het spel Queen's Kitchen van de uitgever De Grote Man. Zo, hallo. Ik ben Nico. Nico, vertel ons wat over je spel. We bevinden ons eigenlijk in een kasteel, hè, waarbij dat de koningin eigenlijk een nieuwe hofkok gaat zoeken. Mm-hmm. De spelers zijn eigenlijk allemaal sollicitanten die eigenlijk die functie willen gaan bekleden. De bedoeling van het spel is eigenlijk dat we onversneld 50 tafels van eten gaan voorzien. We hebben daarvoor een aantal recepten. Bijvoorbeeld, hier is er een voorbeeldje. Als we die ingrediënten gaan halen op het bord, dan kunnen we eigenlijk die 13 tafels van eten gaan voorzien. Mm-hmm. We hebben ook een markt dat we kunnen gebruiken, waar je kunt gaan verkopen en kopen. En de bedoeling is dat we ook elkaar een beetje gaan saboteren op het bord. Omdat je bijvoorbeeld nog niet in hetzelfde vakje staat. Dus je kunt ook iemand volledig gaan blokkeren, dat eigenlijk één beurtje vast staat. Ja. En voilà, degene die daar het snelst in slaagt, die wordt aangenomen als nieuwe hofkok. Oké, okay, perfect. En ik begrijp dat jullie, als het spel helemaal gereed is om op de markt te brengen, ook een Kickstarter gaan plannen. Wel, we zouden graag volgend jaar rond deze periode het definitief gaan lanceren. Want nu zitten er zo nog een aantal foutjes in dat we er zo snel mogelijk uitkrijgen. Vandaar ook dat we graag spelen met de mensen hier die ons dan kunnen adviseren. Ja. Maar dat we moeten aanpassen. Oké, okay, nou bedankt voor de uitleg. Graag en veel succes. Dankjewel. Tot ziens. Alright. Inderdaad. Fout gespeeld. Je hebt er meteen fout gespeeld. Het is genut. Dat kan niet. Door. 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 Red, nee. Twee, stop, nee, iets terug. Dat was daar. Okay, je telt niet goed. Dus dan moet ik. Ja. Dan moet ik de hut weer in. Dus dan ben jij weer. Denise, rennen. 1, 2, 3, Denise. Ja, Rindert. Ja, oh kak. Ja, dan ben ik erin. Oh. Eentje omdraaien. Nee, begin je altijd bij de avond? Ja, dat ben ik. Oh, maakt niet uit, joh. Oh, dat is gemeen. Oh. Maar jij zegt dat je altijd bij de avond begint. Dat is toch wel, hè? Eentje omdraaien. En maakt het nog wat uit welke je dan omdraait? Deze kun je. Random. Ja, dat kan niet. Ja. Oh, dat kan wel. Ja. Twee keer. Oh. Dat is al niet. Nee. Nee.
gewoon, dan ook nog niet. Ah, nu het. Ah, nu het. Ja! Ah! Dus. En helaas, er zijn er nog maar drie, dan is het klaar. Ja. En dan niks meer om te draaien. Dan hadden we drie, dus drie tot vijf was het. Nou, dus punten drie. Tellen. Ja, twee. En die punten ook meetellen, hè? Ah, oké. Dus ik heb 9. 12. En 12. Oh, een gelijk spel. Ja. Ik ben 12. Dan delen we gewoon de overwinning. Dus ja, ik vind dat ik dan gewonnen. Ja, dat vinden wij niet. Dus. Dat vind ik wel heel waarschijnlijk. Ja. Zo, we staan nu bij Black Box Adventures voor het spel Revenge of the Dictators. Dus, hallo. Hi. Ik zal me even voorstellen. Rimmel. Hoi, Bart. Hallo Bart. Vertel eens wat over jullie spel. Nou ja, zoals je al zegt, het spel heet Revenge of the Dictators. En eigenlijk is het relatief simpel. Je bent een dictator en je bent op vakantie in Hawaii. Oh. Maar nou goed, zoals de meeste dictators werk je heel erg hard. Mm-hmm. En, je kunt niet stilzitten in Hawaii. Dus uiteindelijk wat je doet in Hawaii is om over de bocht richting het Witte Huis te gaan, mm-hmm. Washington DC. Om daar te proberen de president ervan te overtuigen dat jij de nieuwe baas bent van Amerika. Aha. Maar ja goed, de president heeft ook een aantal trucjes achter zijn hand. Want Bozos verdeelde een aantal nuclear facilities met nucleaire facilities die op jouw thuisland gericht zijn. Mm-hmm. En hoe meer van deze dat jij onschadelijk maakt, hoe groter jouw kans bij de president om hem ervan te overtuigen. Dus eigenlijk krijgt iedereen een kaartje van elke nuclear zone. Dus zone 1, 2, 3 en 4. En deze kun jij onschadelijk maken. Maar ja, ook een belangrijk doel van het spel is om elkaar tegen te zetten, want dictators werken niet zo heel goed samen. Juist. Dus het kan ook wel eens vervelend zijn. De titel van het spel is ook Lose Your Friends and Rule the World. Dus misschien moet je het niet aan het begin van een spellenavond spelen, want dan kan het. Oh, je geen vrienden meer over? Nee. Oké, okay, nou hartstikke bedankt voor de uitleg. Ja, en veel succes op de beurs. Ja, dankjewel. Zo, ik zit hier bij de stand van Red Eyed Rabbit voor het spel Hypnose door Jo en Patrick hier. Jongens, vertel eens iets over jullie nieuwe spel. Wel, Hypnose is een deckbuilder game met een twist, zullen we maar zeggen. Het is niet het standaard deckbuilder game dat je gewoon bent, zoals Dominion of een Thunderstone, maar er zit een twist in. Het gaat eigenlijk over hypnose en alle tools die de hypnotiseur gebruikt om effectief iemand onder hypnose te brengen. Okay. En dat heb ik samen met Patrick ontworpen. Patrick hier aanwezig. Mm-hmm. En Patrick is een real life hypnotist. Dus Patrick. Ja, de bedoeling, of ik had altijd een manier willen vinden om hypnose te promoten in de maatschappij. Hè, want we zitten nog een beetje in de donkere sfeer. En eigenlijk door nu een aantal spelelementen erin toe te voegen die ook gelinkt zijn aan hypnose, willen we een soort competitie maken wie de sterkste hypnotiseur is. Aha. En natuurlijk de verliezers, die eindigen in het midden, in het centrum en zijn helemaal in hypnose. En de bedoeling is dan dat de winnaar, de hypnotiseur, daarna kan zeggen, jij moet mijn nieuw pintje gaan halen. En dat is dus een beetje de ludieke kant, dacht ik. Ja, 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 ja. Maar in de kaarten zitten ook een aantal interessante hypnosegegevens in. Er zitten echte deskundigen van de hypnose in. Ook de donkere kant, Svengali. Voor de rest ook technieken, hè, want hypnose kan je leren met boeken, met cursussen. En door cursussen te kopen, boeken te kopen, kan je expertise vergroten en maak je meer kans om een sterkere hand te hebben, ja, om je uitdager, ik zou zeggen, aan te vallen en in hypnose te gaan brengen mm-hmm. bij het duel. En jullie heb je bijvoorbeeld de figuren. Hier liggen ze, inderdaad. Je hebt Milton Erickson van de moderne hypnotherapie, maar dan Svengali, de donkere figuur, mm-hmm. die hypnose in een ander daglicht. Ja, ja precies. En het idee was een klein beetje om
een deckbuilder te maken, maar ik heb daar de elementen uitgelaten die voor mij een beetje storend waren. En ja, momenteel is het op de Kickstarter, dus ik zou sowieso zeggen, ga kijken, ja, als het u interesseert, bekken. Zeker, bekken. Kijk eens diep in zijn ogen. Ja, zie ik, had heel veel plezier. Ja. Absoluut. Ik heb opeens een ontzettende drang om internet op te zoeken en jullie Kickstarter te gaan backen. Voilà, dus ik moet mij excuseren. Veel succes, mannen, en tot ziens. Ja.